Welkom bij de Leidse Vijf. Vandaag zijn we bij de op één na laatste aflevering beland. Over de vijfde en laatste wetenschapper in de foto, Arthur Stanley Eddington, de Britse sterrenkundige die van de algemene relativiteit wereldnieuws maakte. Vorige aflevering hoorden we al hoe de sitter hem op de hoogte bracht over die theorie. En vandaag horen we wat hij met die kennis deed. Dat was niet zomaar wat, hij organiseerde twee expedities naar zonsverduisteringen in Sobral en Principe. Die de nieuwe gravitatiewet van Einstein bevestigde. De introductie van het laatste lid van de Leidse Vijf brengt ons naar Engeland in het jaar 1882, op de grens van het Lake District in het plaatsje Kendal leeft op dat moment een gelovige gemeenschap, het religieuze genootschap der vrienden, ook wel bekend als de Quakers. Aanhangers van deze protestantse stroming geloven dat in ieder mens een innerlijk licht schuilt, een afspiegeling van God. Het dagelijks leven is grotendeels naar het voorbeeld van Jezus. In deze gemeenschap, op 18 december 1882, wordt Arthur Stanley Eddington geboren, of simpelweg Stanley, zoals zijn moeder en zus hem noemden, om hem niet te verwarren met vader Arthur Henry Eddington. Nog geen twee jaar na de geboorte van zijn zoon overlijdt vader Arthur Eddington tijdens een tyfus-epidemie en staat moeder Sarah Ann plots alleen aan het hoofd van het jonge gezin. Het idee dat genialiteit al meteen vanaf jonge leeftijd zichtbaar moet zijn, is een misvatting. Terugkijkend op de kinderjaren van de Leidse Vijf lag een fortuinlijke carrière in de natuurwetenschappen niet direct in de lijn der verwachting. Zo worstelde baby Einstein tot zijn zevende met spraaktaalontwikkeling, Haalde erevest magere voldoendes voor zijn gedrag in de klas, en werd brugklasser de sitter nog terechtgewezen op zijn slordige rekenwerk. Maar deze regel gaat niet op voor Eddington. Nog voordat hij kon lezen of schrijven, somde hij al de tafel van 24 op aan een ieder met een luisterend oor. En op het moment dat hij de religieuze teksten van Genesis onder zijn neus kreeg, bleef het niet alleen bij lezen. Nee, hij besloot ook maar eens alle letters van deze religieuze tekst te tellen. Ruim 70.000 voor de nieuwsgierige luisteraar. Op tienjarige leeftijd leent Eddington een telescoop van het schoolhoofd en brengt deze mee naar huis, waar hij voor het eerst een blik werpt op de sterrenhemel. Eenmaal terug op school zou Eddington zijn ontdekkingstocht verder voortzetten, bijvoorbeeld door het schrijven van een artikel over Jupiter voor de schoolkrant of het geven van minicolleges over de maan. Nog niet voor grote zalen, zoals hij later zou doen, nee, gewoon voor de vriendelijke schoonmaakster onderaan de trap. Eddingtons werklust levert hem op 14-jarige leeftijd een first-class beoordeling op en een cum resultaat voor wiskunde. Als 15-jarige gaat hij natuurkunde studeren aan Owens College in Manchester. Zijn moeder wordt door de decaan op de hoogte gehouden van zijn ontwikkeling en schoolprestaties. Stanley's aanwezigheid is ons een groot genoegen. Zijn jeugdigheid heeft het maken van vrienden natuurlijk iets tegengezeten, maar dat is niet rampzalig. Hij oogt meer tevreden op zichzelf in vergelijking met andere jongens. Inderdaad is van Eddington als student niet veel meer bekend dan dat zijn jaargenoten hem herinneren als stil, teruggetrokken en geconcentreerd. In 1902, Eddington is dan 19 jaar, studeert hij af als natuurkundige en zet hij zijn promotietraject voort aan het Trinity College in Cambridge, niet wetende dat hij nog zeker 42 jaar aan dit instituut verbonden zal blijven als sterrenkundige. Binnen één jaar behaalt hij zijn Bachelor of Science met een E in wiskunde. Nee, om te zeggen dat de jonge Eddington een vliegende start heeft gekend, is wellicht nog wat lichtzinnig uitgedrukt. Laten we eens in die carrière duiken. Dat Eddington een enorm belangrijke rol heeft gespeeld in de geschiedenis van de sterrenkunde. Heb ik tijdens mijn eigen studie sterrenkunde ontdekt? Een aantal maanden geleden was ik zelf aan het afstuderen hier in Leiden. Voor mijn masterscriptie onderzocht ik de optische eigenschappen van ijsmoleculen die zich in enorme wolken in de ruimte tussen sterren bevinden, het zogeheten interstellaire medium. Het was een tof onderzoek dat zich ook gedeeltelijk afspeelde in het laboratorium, maar het vereiste ook een hoop leeswerk om een beetje up-to-date te komen met het vakgebied, de astrochemie. Zo las ik op een dag een proefschrift waarin een mooi historisch overzicht van de astrochemie werd gegeven. Daarin stond: de aanwezigheid van ijs in het interstellaire medium was al in 1937 voorgesteld, lang voor de eerste waarnemingen ervan, met daarachter een bronvermelding: Eddington 1937. Dat was een bijzonder moment omdat mijn afstuderen dus in direct contact stond met het werk van Eddington. Maar verrast was ik niet. Eddington kwam tijdens mijn studie keer op keer om de hoek kijken. Steeds in compleet verschillende sterrenkundige vakgebieden. Het is verschrikkelijk moeilijk om in verschillende vakgebieden grote bijdragen te leveren, maar Eddington deed het. Als je denkt: hoe is het mogelijk? Hier een tekenend verhaal over Eddington's unieke intellect, opgeschreven door zijn collega Edward Arthur Milne. Op een dag kondigde Eddington's collega James Jeans een presentatie over een nieuw artikel aan, met slechts de titel Stralingsviscositeit. Dat was een nieuwe term, maar in de woorden van Milne, Eddington wist direct waar het artikel van Jeans over zou gaan. Hij ging zitten en berekende wat de coëfficiënt van stralingsviscositeit zou moeten zijn in de bijbehorende formule. Met precies de methode die Jeans had ontwikkeld, en stuurde het per post naar Jeans voor zijn presentatie. Het klopte precies met de formule die Jeans daarna aankondigde. Eddington's eerste grote bijdrage verbindt hem al meteen met Nederland. Het was gebaseerd op het werk van Jacobus Cornelius Kaptein de leermeester en vriend van Willem de Sitter. Kaptein deed onderzoek naar de structuur van het universum, wat aan het begin van de 20e eeuw nog niet was onderscheiden van de structuur van de melkweg. Even als refresher, de melkweg is een sterrenstelsel, een gigantische verzameling van sterren zoals onze zon, en als je ver genoeg uitzoomt, is de melkweg zo'n prachtige spiraal, een voorbeeld van een sterrenstelsel. Meer dan 100 jaar geleden wisten sterrenkundigen dit nog niet. Ze dachten dat sterren willekeurig bewogen en dat het hele universum alleen bestond uit de sterren om ons heen, in wat we nu de Melkweg noemen. Kaptein bracht daar verandering in door de bewegingen van 3200 sterren te analyseren en daaruit te concluderen dat er in hun beweging helemaal geen willekeur zat. Kaptein stelde voor dat de sterren om ons heen in twee richtingen lijken te bewegen, tegenovergesteld aan elkaar. Dit was een schokkende ontdekking. Stel je voor. Alle sterrenkundigen zijn het erover eens dat de sterren om ons heen een soort brei vormen en daar zonder enige logica in rondvliegen. En dan ontdekt iemand opeens dat er een structuur in zit. Kapteins observatie werd daarom ook niet meteen aangenomen. Er waren collega's die met alternatieve theorieën alsnog probeerden vast te houden aan het chaotische beeld van het universum. Er was dus noodzaak voor doorslaggevende waarnemingen en berekeningen, die natuurlijk door Eddington werden gegeven. Hij publiceerde in 1906 een artikel genaamd. De Systematische Beweging van de Sterren, waarin hij met gebruik van nieuwe waarnemingen van meer dan 5000 sterren kon concluderen dat Kaptein wel gelijk moest hebben en dat het universum inderdaad gestructureerd moest zijn. Hij schreef hier nog een aantal artikelen over, waardoor er steeds minder tegenstanders van het nieuwe wereldbeeld overbleven. In 1914, zeven jaar na zijn eerste artikel over het onderwerp, schreef hij zijn eerste boek Bewegingen van Sterren en de Structuur van het Universum waarin hij voor het eerst een vorm van het heelal voorstelde. Een grote blop sterren in het midden van een draaiende, dunne schijf met sterren, verdeeld onder een aantal spiraalarmen. De Melkweg dus. Een sterrenstelsel zoals wij die vandaag kennen. In zijn boek beargumenteerde Eddington ook dat onze Melkweg maar één zo'n sterrenstelsel is, en dat het universum bestaat uit mogelijk talloze andere eilanduniversums, zoals ze toen ook wel werden genoemd. Het klopt als een bus, zoals we nu weten, en kennis over de beweging van sterrenstelsels als geheel door de kosmos is uiteindelijk de bron geweest voor de oerknaltheorie. Nu heeft Eddington niet in zijn eentje het hele idee van sterrenstelsels uitgevonden of ontdekt, maar zijn rol in die hele ontwikkeling is van groot belang geweest en het bracht hem internationale wetenschappelijke bekendheid. Alsof het bijdragen aan de grondslagen van de astrochemie en kosmologie nog niet genoeg is, uiteindelijk zijn zijn bijdragen aan de relativiteit de reden dat hij op de foto's gegaan met Einstein, Lorentz, Erevest en de Sitter. Maar de relativiteitstheorie was in Eddington's ogen misschien niet eens zijn belangrijkste werk. Mensen lijken wel eens te vergeten dat ik een sterrenkundige ben. Dat het onderwerp relativiteit voor mij slechts een bijzaak is. zei hij tegen een journalist. Dat klinkt misschien arrogant, maar er blijkt allereerst uit dat het hem uiteindelijk allemaal om sterrenkunde was te doen. Of, zoals hij schreef naar een collega: Ik heb me de afgelopen maanden hoofdzakelijk bezig gehouden met de relativiteit. Maar verwacht voor kort weer terug te keren naar het meer huiselijke onderwerp van de sterren in het universum. Dat onderwerp moeten we daarom ook nog even bespreken voordat we het over relativiteit gaan hebben, al is het maar omdat we anders waarschijnlijk Eddington zelf zouden teleurstellen. Eddington deed dus ook onderzoek naar de sterren, met name hun structuur. Wat is een ster? En hoe kan het eigenlijk dat het licht uitstraalt? Net zoals met de sterrenstelsels en het heelal, was de kennis in de tijd van Eddington echt totaal onvergelijkbaar met die van nu. Vandaag de dag weten we precies hoe sterren aan hun energie komen. Maar in de tijd van Eddington was dat nog niet het geval. Zo heb ik tijdens colleges wel eens een professor horen vertellen dat sterrenkundigen in het verleden serieus hebben berekend hoeveel kiloton steenkool nodig zou moeten zijn om de zon van haar energie te voorzien. En hoe lang het zou duren voordat dat steenkool opgebrand zou zijn. Het antwoord is niet bepaald verrassend. Niet lang genoeg. Dus de zon bestaat niet uit steenkool. Hoe sterren aan hun energie komen is nog maar één vraag. Een andere is hoe het kan dat ze zo lang blijven leven. Sterren hebben een hele levenscyclus. Ze ontstaan en sterven en veranderen tijdens hun leven geleidelijk van grootte en helderheid. Volgens Eddington's tijdgenoten was een ster een bol gas. Het gas in die bol vloog niet de ruimte in omdat het zwaartekracht het gas naar binnen trok, zoals de aarde haar atmosfeer bij zich houdt dankzij die zwaartekracht. Op hetzelfde moment was er volgens Eddington's collega's ook een kracht die naar buiten werkte omdat anders de ster in elkaar zou storten, dankzij de zwaartekracht. Die kracht is het gevolg van de druk van het gas in de ster zelf. Denk maar aan wanneer je een ballon in elkaar probeert te duwen, dan biedt de lucht in de ballon ook weerstand. Het verschil is dat een ster vele miljoenen malen meer gas in zich heeft en dus weerstand kan bieden tegen de zwaartekracht zelf. Oké, okay, dat is wat sterrenkundigen rond 1900 dachten. Eddington voegde daar in 1916 zijn eerste inzicht aan toe: dat die twee krachten. De gasdruk en de zwaartekracht niet voldoende zijn om het evenwicht in met name zwaardere sterren te kunnen verklaren. Eddington berekende dat er nog een derde component nodig was, de zogeheten stralingsdruk. Dat is de druk of de kracht die elektromagnetische straling uitoefent op materie of in andere woorden, de kracht waarmee licht duwt. Die is natuurlijk heel klein, maar als we het gaan hebben over grotere sterren Wordt die stralingsdruk steeds belangrijker en belangrijker om te kunnen verklaren hoe het mogelijk is dat de ster niet in elkaar stort? Met dit inzicht kon Eddington bovendien de temperatuur, dichtheid en druk op specifieke plekken binnen een ster berekenen. De kers op de taart van zijn nieuwe idee is de zogeheten Eddington-limiet, die elke student sterrenkunde minstens één keer heeft afgeleid tijdens de studie. De Eddington-limiet is de bovengrens van de helderheid van een ster. Hoe helderder een ster, hoe meer energie het licht uit die ster krijgt. Hoe groter de stralingsdruk. De Eddington-limiet geeft in een simpele formule aan hoe helder een ster van een bepaalde massa kan zijn voordat die uit elkaar spat, puur door de kracht van het licht dat uit de ster schiet. Wel nog een probleem: waar komt die energie dan vandaan, Eddington? En hoe kan het dat een ster niet meteen alle energie eruit gooit en maar kort in leven blijft? Nou. In Enington's eigen woorden? De enige manier om zo'n korte levensspanne te voorkomen, is om aan te nemen dat een ster een nog onbekende bron van energie heeft. De meest simpele hypothese is waarschijnlijk dat er een bepaald langzaam proces is van annihilatie van materie. Hierdoor zou een haast onvermoeibare voorraad energie ontstaan. Een ster zet dan uit en krimpt in tot de snelheid van de straling in balans is met de beschikbare brandstof. Deze gedachte bracht in één klap nieuwe wetenschap op gang. Eddington oppert hier namelijk als eerste dat nucleaire reacties de brandstof van sterren zijn. Precies wat men vandaag de dag ook denkt. Als, zo dacht Eddington, de ster bestaat uit waterstofatomen en die door de enorme druk en temperatuur binnen een ster met elkaar fuseren, komt daar een gigantische hoeveelheid energie bij vrij. Wacht, wa waarom? Nou, dat had Einstein laten zien met zijn ESMC-kwadraat. De m staat voor massa, de waterstofatomen dus, en de c voor de lichtsnelheid. Die m moet je volgens Einstein vermenigvuldigen met het kwadraat van de lichtsnelheid, een enorm getal dus, en dan is dat gelijk aan de hoeveelheid energie die in een blokje materie schuilt. Het duurde even voordat iedereen het eens was met Ellington, maar vanaf het moment dat ze dat eenmaal waren zijn sterrenkundigen het over dit fundamentele proces niet meer oneens geworden. Na zijn promotie wordt Eddington toegelaten tot de gilde der leraren in Cambridge. Opvallend genoeg stond Eddington niet bepaald bekend als begenadigd spreker. De samenhang van zijn colleges was soms ver te zoeken. Voor zijn allereerste college, getiteld Sferische trigonometrie, hadden zijn studenten slechts één woord over: saai. Zelfs in 1922, met ruim een decennium aan ervaring op zak, beschrijft één student hem als. Terughoudend bijna tot het punt van verlegenheid. Hij kijkt nauwelijks de klas in. Maar als het aankwam op publieke lezingen of geschreven werk, dan kwam zijn ware talent naar boven. Diezelfde student verklaarde over zijn uitleg. De wiskundige theorie der relativiteit werd vanaf de oorsprong voor onze ogen uitgewerkt. De symbolen werden tot leven gebracht en kregen betekenis. We krijgen er een goede indruk van wanneer Eddington het werk van Newton beschrijft als. De plant die uit zijn pot is gegroeid en door Einstein in de open weide is uitgezet. In februari 1906 treedt Ellington aan als hoofdassistent van de Royal Observatory, de Koninklijke Sterrenwacht in Greenwich. Twee maanden later wordt hij eveneens toegelaten tot de Royal Astronomical Society, de plek waar de top van de Britse sterrenkunde bijeenkwam. Zij bediscussieerden de laatste publicaties uit het onderzoeksveld en bepaalden samen de koers voor de sterrenkunde van de toekomst. Eddington doet er belangrijke bijdragen voor zijn collega's en neemt vanaf 1912 ook het secretariaat voor zijn rekening. Op dat moment is ook de Nederlandse Willem de Sitter aangesloten bij het gezelschap. Eddington onderhield warme banden met Nederland en twee sterrenkundigen in het bijzonder. In augustus 1907 brengt hij een bezoek aan de Oude Sterrenwacht in Leiden. Hier maakt Willem de Sitter al enige tijd naam als docent en onderzoeker aan de universiteit. Slechts één jaar later zou hij worden benoemd tot hoogleraar. Na zijn benoeming treedt de Sitter toe tot de Royal Astronomical Society, waar Eddington en hij dus elkaars directe collega's worden. Op deze manier zullen hun wegen nog vele malen vaker kruisen, zoals bij het congres voor de British Association for the Advancement of Science in het door de Sitter zo geliefde Kaapstad. Toch eindigt Eddington het bezoek in 1907 niet in het pittoreske Leiden, maar in het noorden van Nederland, Groningen. Hier brengt hij het weekend door met professor Kaptein. Een half jaar later is het diezelfde Kaptein die op uitnodiging van de Royal Astronomical Society in Engeland een voordracht geeft over de distributie van sterren. Met Eddington als speel in het web raken de Britse en Nederlandse sterrenkunde op deze wijze steeds verder met elkaar vervlochten. Een samenwerking die van levensbelang zal blijken voor de relativiteitstheorie. In 1914 wordt Eddington's onvoorwaardelijke inzet voor de sterrenkunde beloond met een positie als directeur van de sterrenwacht in Cambridge, de Cambridge Observatory. Zijn moeder en zus verhuizen met hem mee naar de nieuwe woning, evenals de Terrier Punch en kat Monty. Eddington zal hier zijn leven lang blijven wonen, ook na het overlijden van zijn moeder in 1924, met zijn zus aan zijn zijde. Zijn biografie beschrijft hoe Eddington zijn interesse in vrouwen zich alleen uiten in de vorm van kennissen. Of in het geval van het kleine aantal vrouwelijke sterrenkundigen, als bevriende collega's. Speculaties bestaan over Eddington's seksuele geaardheid, zoals in de film Einstein en Eddington uit 2008, maar een goede onderbouwing daarvan ontbreekt. Feit is dat Eddington, tenminste publiekelijk, zijn leven lang een celibaat leven zal leiden. In 1918, vier jaar na zijn aanstelling aan de Cambridge Observatory, komt de Eerste Wereldoorlog tot een climax. Alle mannen die gespaard konden worden van civiel werk, moesten het leger in. Zo ook Eddington, als 35-jarige alleenstaande man. Eddington probeert vrijstelling aan te vragen. Eerst op basis van zijn beroep en het belang van zijn werk voor de vooruitgang van de wetenschap. Eddington was immers uitgegroeid tot de autoriteit op het gebied van relativiteit. Ditzelfde jaar nog had hij het rapport over de relativiteitstheorie van de gravitatie gepubliceerd. Het eerste complete verslag van de relativiteitstheorie in de Engelse taal. De zitter zou het bestempelen als een van de meesterwerken van de tegenwoordige wetenschappelijke literatuur. Het Britse tribunaal was er niet gevoelig voor, of iets waarschijnlijker onwetend, en wees zijn verzoek af. Eddington laat het er niet bij zitten en vecht zijn dienstplicht verder aan. Tegenover de voorzitter van het tribunaal houdt hij een vurig betoog. Waarin hij uitlegt dat hij op het punt staat om Einsteins relativiteitstheorie te onderzoeken tijdens de aankomende zonsverduistering. De weersomstandigheden beloofden perfect te worden, met een rijke sterrenhemel voor het maken van kraakheldere foto's. Zulke vooruitzichten zouden zich zeker in geen eeuwen meer voordoen. Ditmaal voerde hij bovendien zijn religieuze bezwaren aan als Quaker, bekend om het propageren van kernwaarden als verbinding, vrede en verzoening. Niet voor niets stond deze gemeenschap bijvoorbeeld aan de basis van de eerste antislavernijbeweging in Engeland eind 18e eeuw. Het was vanuit zijn geloofsovertuiging toch onmogelijk om zonder gewetensnood de wapens op te pakken tegen de medemens. Ik kan niet geloven dat God mij oproept om mijn medemens af te slachten. Vele van hen worden gemotiveerd door hetzelfde patriotisme en dezelfde godsdienst die mijn landgenoten richting het oorlogswond hebben gedreven. Om te stellen dat het onze religieuze plicht is. Onze morele vooruitgang van de afgelopen eeuwen naast ons neer te leggen en deel te nemen aan de barbaarsheid van de oorlog, spreekt mijn opvatting van de christelijke religie volledig tegen. Nee, laat hem dan liever een bijdrage leveren aan het Rode Kruis of aan de vrijwilligers van de ambulancedienst, zo stelde hij voor. Desnoods ging hij aan het werk als boer en was hij bereid te helpen met het binnenhalen van de oogst, ver weg van zijn vertrouwde bureau, met beide benen in de modder. Deze keer gaf het tribunaal wel gehoor. Zij besloot Eddington twaalf maanden vrijstelling te verlenen op basis van ernstige gewetensbezwaren. Maar alleen op de voorwaarde dat hij zou doorwerken in zijn onderzoeksveld en, in het bijzonder, het werk gerelateerd aan de aankomende zonsverduistering. Het levert Eddington eindelijk de tijd op om zijn expeditie te realiseren. Eén zorg minder, zou je zeggen. Maar de status als dienstweigeraar komt Eddington en zijn kwekers ook op veel maatschappelijke kritiek en afgrijzen te staan. Met serieuze bedreigingen tot gevolg. Bovendien werd de oorlog buiten de muren van de Sterrenwacht nog gewoon doorgevoerd. De zeiltocht richting het Afrikaanse continent zou nog altijd kunnen rekenen op bruut wapengeweld van beide fronten. Het definitieve groene licht kon dan ook pas eind 1918 worden afgegeven, toen het Duitse Rijk en de geallieerden tot een officiële wapenstilstand waren gekomen. Een half jaar later, op 28 juni 1919, zouden zij het Vredesverdrag van Versailles ondertekenen. Waarmee het einde van de Eerste Wereldoorlog officieel werd bekrachtigd. Alle hens aan dek, de zeilen konden worden gehezen. Zoals we in de vorige aflevering over Willem de Sitter hebben gehoord, zorgde de Eerste Wereldoorlog ervoor dat de relativiteitstheorie in 1915 niet zomaar in Engeland kon komen. Door de neutraliteit van Nederland en het contact tussen de Sitter en de Britse academische wereld kon Engeland toch in contact komen met de revolutionaire theorie. Dankzij de inzichtelijke artikelen van de Sitter duurde het niet lang voordat Eddington volledig op de hoogte was. Eddington was meteen verslingerd. Met zijn relativiteitstheorie heeft Albert Einstein een revolutie op gang gebracht in de natuurwetenschap, schreef hij eens. Of de theorie uiteindelijk waar of onwaar blijkt te zijn. Hij zet al de aandacht als een van de prachtigste voorbeelden van de kracht van algemene wiskundige redenering. Eddington schreef in totaal vier boeken over de relativiteit. Dus dat het maar een bijzaak was, daar kan je eigenlijk wel je vraagtekens bij zetten. De algemene relativiteit is, zoals de naam zegt, definitiever dan de speciale relativiteit. Sterker nog, de speciale relativiteit komt vanzelf uit de vergelijkingen van de algemene relativiteit rollen. Om het nog maar even te herhalen, geeft de algemene relativiteit een geometrische verklaring voor de zwaartekracht. Zoals je misschien nog weet vervormt de zwaartekracht volgens Einstein de ruimtetijd, waardoor bijvoorbeeld lichtstralen een ander pad afleggen dan wanneer de ruimtetijd niet vervormd zou zijn. De veelgebruikte vergelijking is dat een ster de ruimtetijd vervormt als een bowlingbal op een trampoline, als je de bal op de trampoline legt. Als je dan vervolgens een tennisbal langs de bowlingbal rolt, zal de tennisbal niet recht rollen. Maar ombuigen. Zo is het net met lichtstralen langs sterren. Het is een prachtige theorie die een daadwerkelijke uitspraak maakt over wat zwaartekracht is, in plaats van slechts te constateren hoe het werkt, zoals de formule van Newton deed. Maar er ontbrak nog iets. Op 14 oktober 1913 schrijft Einstein aan de Amerikaanse astronoom George Hale dat het van het allergrootste belang zou zijn om de afbuiging van het licht experimenteel te bevestigen. Weet je nog met de sitter in de vorige aflevering dat hij aan de hand van dubbelsterren bewijs leverde voor Einsteins speciale relativiteit? Nou, Einstein leek het ook wel fijn als iemand dat zou kunnen doen voor zijn nieuwe theorie. Zie daar Eddington, die een manier bedacht om de algemene relativiteit te bevestigen of ontkrachten met zijn eigen sterrenkundige experiment. Het plan was als volgt. Eerst zou Eddington met zijn collega's de posities van een aantal sterren nauwkeurig vastleggen, door met fotografische platen het sterlicht op te vangen. Daarna zouden ze posities van dezelfde sterren opnieuw fotograferen, maar op het punt dat de zon vlak voor deze sterren stond aan de lucht. Als de sterren tijdens die tweede meting op een andere plek leken te staan, zou dat komen doordat hun licht door de zon was omgebogen. Even nog één keer voor de duidelijkheid. Eerst de positie van sterren vastleggen zonder de zon in de buurt. En dan kijken of die posities ook maar een minuscuul beetje veranderen zodra de zon in de buurt staat. Eén probleem: als de zon schijnt is het dag en kan je helemaal geen sterren zien. En de zon is zo fel dat die kleine sterren in het zonlicht zullen verdwijnen. Eddington wist een prachtige oplossing: wachten op een zonsverduistering, dan kun je de sterren gewoon zien en zal de zon nog steeds aan het sterlicht trekken. Tenminste, als Einstein gelijk heeft. Wel moesten Eddington en zijn collega's nog wachten op een zonsverduistering. Die ook nog eens niet overal ter wereld plaatsvindt, omdat de zon moet worden afgeschermd door de maan. In 1919 gingen er voor de zekerheid twee teams van Britse sterrenkundigen naar zonsverduisteringen toe: één naar Sobral in Brazilië en één, onder leiding van Eddington, naar Principe, een eiland aan de kust van West-Afrika. Het volgende komt uit Eddington's eigen dagboeken en weet wel. De zonsverduistering zou op 29 mei 1919 gebeuren, of het nou goed weer of slecht weer zou zijn. We zelden vroeg in maart naar Lissabon. We kregen principe voor het eerst te zien op 23 april. Ongeveer vanaf 16 mei maakten we in drie nachten de eerste opdame zonder verduistering, zonder problemen. Het kostte aanzienlijk wat werk om deze metingen te verrichten. Op 29 mei zette er een enorme onweersbui op. De regen stopte rond het middaguur, en om half twee, toen de verduistering al gedeeltelijk was begonnen, begonnen wij voor het eerst iets van de zon te zien. We moesten ons programma-fotogrammen maar op goede hoop uitvoeren. Ik zag niets van de verduistering, omdat ik te druk was met het vervangen van de platen, behalve één oogopslag, om zeker te zijn dat de verduistering was begonnen, en een tweede halverwege, om te zien hoeveel bewolking er nog was. We maakten zestien fotogrammen, ze waren allemaal goed van de zon. Maar de bewolking had de beelden van de sterren verstoord. De laatste zes fotogrammen lieten een aantal beelden zien waarvan ik hoopte dat ze waren wat wij nodig hadden. 3 juni. We hebben de plaat ontwikkeld, twee voor elke nacht voor zes nachten na de verduistering, en ik heb de hele dag gespendeerd met het maken van metingen. De bewolking had mijn plannen verstoord, en ik moest de metingen op een andere manier verrichten dan ik had gewild, waardoor ik de resultaten nog niet vroegtijdig kon aankondigen. Maar de ene plaats die ik heb gemeten, gaf resultaten die overeenstemmen met Einstein. Een bewolkte sterrenkundige nachtmerrie, maar volgens Eddington had hij bewijs gevonden voor de theorie van Einstein: de sterren leken te zijn verschoven door de zwaartekracht van de zon. Er zijn sinds de Principe-expeditie wel vraagtekens gezet bij de conclusies van Eddington, omdat zijn metingen wel erg verstoord waren door de bewolking. Maar ook dankzij betrouwbare waarnemingen van Eddington's collega's in Sobral. Zag hij de gehele expeditie toch als bewijs voor Einsteins algemene relativiteitstheorie? Op 6 november 1919 presenteerde Eddington zijn definitieve bevindingen van de Principe-expeditie aan alle leden van de Royal Society en de Royal Astronomical Society. Na afloop van zijn voordracht nam voorzitter Dyson het woord en zei: Na een nauwkeurige studie van de platen ben ik bereid te zeggen dat zij Einsteins voorspelling bevestigen. Eddington zelf lijkt nooit te hebben getwijfeld aan zijn metingen. En al snel kopte kranten over de hele wereld over de expeditie, waardoor Einstein de beroemdheid bereikte die hij vandaag de dag nog niet is verloren. Eind 1919 sprak Einstein zijn dank uit naar Eddington voor zijn moedige expeditie. Bovenal zou ik u willen feliciteren bij het succes van uw lastige expeditie. Gezien de grote belangstelling die u al vroeger voor de relativiteitstheorie heeft getoond, denk ik dat ik mag aannemen dat we in de eerste plaats dank verschuldigd zijn aan uw initiatief. En voor het feit dat deze expedities konden plaatsvinden. Ik ben verbaasd over de belangstelling die mijn Engelse collega's voor de theorie hebben getoond, ondanks de moeilijkheid ervan. De dag voor vertrek zou Cottingham, een medeonderzoeker van de expeditie, in een discussie over de te verwachte Einstein-deflectie hebben gezegd. Wat zou het betekenen als we tweemaal de verwachte deflectie vinden? Waarop een andere onderzoeker reageerde? Dan zal Eddington gek worden en zul je alleen thuis moeten komen. Drie maanden later, nadat Eddington zijn eerste fotoplaat had ontwikkeld, zou Eddington tegen Cottingham hebben gezegd... Cottingham, je hoeft niet alleen naar huis. In oktober 1919 was Eddington van plan om naar Leiden af te reizen. Einstein zou daar namelijk het colloquium bij wonen. Een uitgelezen kans voor Eddington om de laatste resultaten van zijn expeditie persoonlijk met hem te delen. Toen bleek dat hij toch niet naar Nederland kon komen en de sitter helaas door ziekte afwezig was, besloot Eddington de uitkomsten per brief op te sturen naar de waarnemend directeur van de sterrenwacht. Zo kwamen de resultaten via Leiden alsnog bij Einstein terecht. Maar tot een persoonlijke ontmoeting is het dan nog niet gekomen. In de jaren twintig proberen de twee het opnieuw. Als Eddington Einstein meerdere malen uitnodigt voor een bezoek aan Engeland, maar weer zonder succes. Ik zou zo graag met je in gesprek gaan, alleen al omdat het nuttig voor me zou zijn om de Engelse taal te leren, schreef Einstein hem nog. In 1930 zou Einstein dan eindelijk langskomen in Engeland, wat leidde tot nog een beroemde foto van Einstein zittend op een bankje in Eddington's tuin. In een karakterschets van Eddington is het voornamelijk zijn onvoorwaardelijke toewijding aan zowel religie als astronomie. Die de boventoon voert. Meer dan eens ontstaat zo het beeld van een Einzelganger of Lone Wolf, zoals Eddington's vroegere decaan al schetste in een brief aan zijn moeder. Zelfs een oud collega aan Cambridge keek nog bedenkelijk terug op hun eerste ontmoeting tijdens een gezamenlijke lunch. Het was nagenoeg onmogelijk om Eddington iets te laten zeggen. Het gesprek ging rond de tafel en elke mogelijkheid werd Eddington gegeven om in te haken, maar hij bleef compleet stil. Het was de moeite met Smalltalk die zo opvallend was. In het klassieke beeld van Eddington rookt hij een pijp en is verscholen achter haar dikke rookwolken het meest op zijn gemak. Toch is het zonde om niet ook Eddingtons creatieve uitspattingen en vrije tijdsbesteding onder de aandacht te brengen. Juist omdat hierin zijn passie voor de sterrenkunde nog duidelijk naar voren komt. Zoals op de golfbaan, waar hij regelmatig met collega's te vinden was. Over zijn spelprestaties is niet veel bekend, al was een afzwaaiende bal hem niet vreemd. De ruimte is erg gekromd in dit gebied, was dan zijn excuus. Maar ook in de poëzie vond Eddington een uitlaatklep. Op geheel eigen wijze doet hij zo verslag van zijn ervaringen tijdens de expeditie. In het laatste couplet concludeert Eddington opgewekt: Oh, leave the wise our measures to collate. One thing at least is certain: light has weight. One thing is certain and the rest debate: light rays when near the sun do not go straight. De belangrijkste resultaten van Eddington's expedities, verpakt in vier versregels en van die lekkere Britse humor. Zijn bevestiging van de algemene relativiteit is de climax van ons verhaal. Dat begon bij de elektronentheorie van Lorentz en via de speciale relativiteit van Einstein, dankzij Erevest Leiden, tot de algemene relativiteit. De sitter pakte het nieuwe wereldbeeld op, bevestigde het hier, bekritiseerde het daar en gaf het door aan Eddington, die het uiteindelijk bewees met een zonsverduistering. Zo'n vier jaar na die expeditie stonden de vijf naast elkaar in de oude sterrenwacht in Leiden. Vijf wetenschappers uit twee generaties en vier verschillende landen. Hun samenwerking en vriendschap, die ontstond uit een gedeelde obsessie met de werking van de natuur oversteeg tijd, ruimte en een wereldoorlog. Je weet dat er volgt aan Ubode Sitter de laatste Eer. De naam van Eddington is verbonden aan een hele waslijst sterrenkundige concepten. De Eddington-limiet, het Eddington-model, de Eddington-benadering. Zijn bijdragen aan het vakgebied zijn immens geweest. Oh, en het Eddington-experiment natuurlijk, waarmee hij een zonsverduistering gebruikte om de algemene relativiteit te bevestigen. Toen Eddington verklaarde dat sommige mensen leken te vergeten dat hij allereerst een sterrenkundige was en dat relativiteit slechts een bijzaak was, had hij daar gelijk in. Zo moest zijn Fundamental Theory, die hij zelf als zijn levenswerk beschouwde, nog komen. Maar omdat dit pas na het befaamde fotomoment gebeurde, bewaren we dit voor de volgende aflevering, in de zesde en laatste aflevering van deze podcastserie, de Leidse vijf Het Slotakkoord. Hoe zagen de levens van de vijver uit na de foto in 1923? Wat heeft hun ontmoeting betekend voor de vooruitgang van de wetenschap? En hoe kunnen we die invloed vandaag de dag nog terugzien in de wereld om ons heen? En in welk daglicht zetten zij het lijden van nu, als stad van de ontdekkingen? Je hoort het in de laatste aflevering. Dit was De Leidse 5, geschreven en ingesproken door ons, Noer El-Dinamara en Frank Rensen. Deze productie is mede mogelijk gemaakt door omroep Sleutelstad en het Leids Mediafonds. Bedankt voor het luisteren.